Minister Edgar Diekan van Regionale Ontwikkeling heeft afgelopen vrijdag mede namens de regering de stam der Paramakaners gecondoleerd met het verlies van Gramang Samuel Forster. De Gramang is op 10 maart op 67-jarige leeftijd heen gegaan. Diekan betuigde zijn medeleven aan de stamleden tijdens een rouwzitting op Lange Tabiki, waar het lijk van het stamhoofd ligt opgebaard. Hij woonde ook een ritueel bij waarbij de kist voorgoed is afgesloten, het zogenoemde Biliakisi. Minister Diekan bracht van 7 tot en met 9 april een officieel bezoek aan de stamleiding. Hij was in gezelschap van enkele topfunctionarissen, onder wie directeur Nilton Grootvaam van de afdeling Duurzame Ontwikkeling in Heemsen, de parlementariër Rudolf Zeeman en Marlon Cairo, directeur Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland. Ook districtscommissaris Margaretha Malonti van Sipaliwini maakte deel uit van de delegatie. Zij is voorzitter van de commissie Pamaka Gramang. Deze commissie heeft als taak de stam der Paramakaners bij te staan bij de begrafenis en het rouwproces van de ingeslapen Gramang, als ook bij het proces om te komen tot een opvolger. Er is nog geen datum vastgesteld voor de begrafenis.